Sommige mensen horen net zoveel als jij net hoorde. Dat maakt wel een verschil, hè? Of ik zo praat... of dat ik zo praat. Het leuke is dat jij dit verschil kan maken. Als audicien kun je namelijk heel precies iemand gehoor meten... en weet je alles van de hulpmiddelen bij slechthorendheid. Hulpmiddelen als gehoorapparaten, gehoorbescherming... speciale telefoons, hoorbrillen, weksystemen en ringleidingen. Je werkt dus veel met mensen en met techniek. Het aantal slechthorenden is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Niet alleen ouderen van boven de 70 hebben er last van. Ook jongere mensen die bijvoorbeeld werken in een lawaaiige omgeving... of hun mp3-speler te hard aan hebben... kunnen problemen krijgen met het gehoor. Stel je eens voor hoeveel techniek er in zo'n klein apparaatje zit. Wat er allemaal niet kan tegenwoordig. De techniek blijft zich ontwikkelen. Gehoorapparaten worden steeds beter en ook steeds kleiner. En natuurlijk speelt ook hier styling een grote rol. De apparaatjes zijn tegenwoordig in allerlei kleuren leverbaar. En sommige zijn net sieraden. Wat betekent dat allemaal in de praktijk van alle dag? Als audicien werk je in de winkel, in de werkplaats en in de meetruimtes waar geavanceerde meetapparatuur staat. Je hebt veel contact met klanten, je ontvangt, geeft advies en zoekt samen naar de beste oplossing voor deze klant. En daar draait het allemaal om. Jij laat mensen weer beter horen of jij beschermt ze tegen gehoorschade.